guys, ga buiten de stad. Finally. En wij zijn hier met Hopi Hopi dingen. Ik zit in mijn kussen. Ik ga mijn pakje halen voor mijn jaardag. En ik ben excited. Waar ik nooit ben geweest. En ik ben met een heel groepje. Maar ik dacht, het is echt een moment dat ik moet vastleggen voor jullie. En misschien zijn er mensen die al zijn geweest of nog niet zijn geweest. Maar ik ga het met jullie delen en ik hoop dat jullie ervan genieten. So let's go! We zijn gekomen om te headquarter. Dit is mijn eerste keer. En dit is alles wat we erin gaan doen. Ik weet niet wat alles is, maar dit is sowieso vermicelli, broccoli. Dumpling, bladeren. Ik weet niet, maar zo ziet alles eruit. Dat zij vegetarisch is, dus daarin mag er geen vlees. Nog meer dat erin moet, maar het is al helemaal chok-chok, dus straks gaat het erin. Noedels zetten we als laat. Hier moet je je temperatuur stellen. We hebben nog het hoofd gezet, zodat het sneller kan komen. Dit is het hoofd. Want dat daar wordt heet, zodat dit kan borrelen. Dus ik heb mijn haar net gedaan en ik zou het niet filmen, maar daarna dacht ik kan dit niet missen om met jullie te delen. Ik heb lokjes gezet in mijn haar, guys. Wanneer ik thuis ben en mijn haar helemaal met mijn producten heb, you know, dan ga ik jullie wijzen. Maar dit is precies wat ik wilde. Ik wil dit al zo lang en ik kon geen plek vinden waar ik het kon doen. En ik heb een plek gevonden. Ik vind het zo mooi, guys. Ik ga de informatie hier plaatsen. Dan kunnen jullie gaan checken waar ik mijn haar heb gedaan. Ga alvast liken, guys. En als je haar zo wil doen, dan moet je hier zijn. Dan kan je gewoon een afspraak maken. En dan kunnen jullie net even gaan checken, ja? Woe! Dus, guys, goedemorgen.
Ik ben nu in de auto en ik ben niet zo lang wakker. Ik ben snel gaan baden en ik ga naar Para. Oh my god. Ik ben zo excited om naar Para te gaan. Goedemorgen. Is mijn buurvrouw. Anyway guys, ik ben zo excited om naar Para te gaan. En ik moet met jullie delen waarom. By the way, ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Vandaar dat ik in de ochtend wenkbrauwen heb. Like, kijk, ik veeg het en het gaat niet weg. Dus ik heb het niet getekend vandaag. Ik was het gaan doen samen met Joanne. Maar dat heb ik niet gefilmd, helaas. Omdat het even niet in me was opgekomen dat te doen. Anyway, de reden waarom ik naar Para ga, guys. Laat me even stoppen. Ik ga mijn pakje halen bij mijn oma wat ze voor me heeft gestikt voor mijn jaardag. En ik ben excited. Jullie gaan niet begrijpen waarom ik zo excited ben. Ik ben gewoon altijd excited voor mijn jaardag. En dit is een van de momenten en dingen waarom ik excited word voor mijn jaardag. Omdat ik altijd iets leuks zoek om aan te trekken. En een beetje extra doen. Look, ja, ik ben wenkbrauwen gaan doen. En vanavond, of nou zeggen we, ja, vanavond. Vanavond, want het is 7 uur. Heb ik mijn nagelafspraak. Kijken jullie niet naar mijn nagel, want dat is dingen. En op deze heb ik nog een beetje van die gel lak. Ik ben vervelend, maar goed. Maar later wordt het gefixt. Anyway, guys. Ik ben teleurgesteld, mijn tank is gezakt. Een paaltje van me is gezakt. Nou, maar even stoppen, want ik kom met de auto. Voordat ik op de hoeve ga, moet ik mijn gesprek even afronden. Aha, guys. Ik ga... Morning. Aha, ik ga nu om mijn pakje te halen. Goedemorgen iedereen, ik ben precies net wakker, dus like je niet naar mijn gezicht en dat soort tories. Maar anyway, vrolijk Pasen guys, vandaag is zondag en vandaag is Paasdag. Dus ja, een vrolijk Pasen voor jullie. En vandaag is ook een boom awesome dag voor mij, omdat ik aan het inpakken ben, omdat... guys, ga buiten de stad. Finally, ik ga buiten de stad. Ik ben helemaal ready. Dus ik ben nu bezig alles in te pakken. En te kijken van, hey, ben ik niet wat vergeten? Ik moet niks vergeten. Dus daarmee ben ik nu bezig. En ik dacht, ik begin de video nu. Zodat jullie alvast weten dat ik bezig ben. Dus guys, mijn taart is binnen. Damien heeft me verrast met de taart en cupcakes. Oh my god! Woo! Hey, jullie zien het niet zo goed, maar op mijn jaardag zullen jullie het zien. Check mijn taart. De ring is er al en we zijn bezig in te pakken. Dit is mijn truck. Hier zijn mijn spullen. En daar is onze pick-up, daarachter. Ja. Guys, we moeten even toveren om alle spullen in de auto te krijgen, want we gaan met twee auto's. Dus, we zien wel. Irene zit in onze... Hey! Willen jullie Damien ook zien? Guys, we vertrekken. De rest van de mensen zijn in de auto bij mijn moeder. En wij zijn hier met hoppie dingen. Ik zit met mijn kussen. Daarachter ijsbox. Daarachter hebben jullie de tassen. Guys, we zijn op Bronsweg. We zijn even gestopt om nog een paar spulletjes te kopen, drank, lekker, you know, chip stories en zo. En dit is auto nummer 1. Auto nummer 2, dit is onze truck hoor, want hier zitten de meeste spullen bijna. En die andere zijn like... Waar zijn ze? Daar.
bij de winkel. Zo, ik koop een paar spullen en mijn moeder is die hele driver van die andere auto. Ja hoor. Guys, we zijn al op de plek. En jullie gaan meer van de plek zien in mijn volgende video. Dat was het voor deze video, guys. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Like de video. En comment en subscribe. Alles wat ik zou zeggen is, mis me niet. Bye!